De spanning staat erop in Barendrecht als ZPB met de witte caps het opneemt tegen het Rotterdamse SVH met de donkerblauwe caps. Kijk, je speelt tegen een ander team wat onderin staat in de Eredivisie. Je staat allebei volgens mij gelijk met 3 punten. Het is eigenlijk een 6-puntenwedstrijd, hè? Want als we winnen, dan nemen we een voorsprongetje op ZPB. En je weet gewoon, het is een derby, dus je leeft hier wel heel de week naartoe. En dat zie je dan terug op de training. Hè. Er wordt net even een tandje intensiever getraind voor een derby. Dus je gaat hier wel naartoe met een mindset om iets klaar te spelen en een mooie pot neer te zetten. Dat is bij ZPB niet anders. Zeker aangezien de staf en de spelers niet hadden zien aankomen dat ze tegen degradatie zouden vechten op dit moment. Van tevoren hadden we inderdaad niet verwacht dat we op dit moment op de plek staan waar we staan. En dat heb je toch in je achterhoofd zitten. Het is ook alweer even geleden dat ZPB, de grootmacht van Weleer en de vaste eredivisionist, echt meedeed voor de prijzen. We zijn ook als een van de laatste verenigingen spelers wat vergoedingen gaan geven. We zijn een van de laatste verenigingen die ook kwaliteiten extern gaat zoeken, omdat het vanuit de eigen jeugd onvoldoende is gebleken. Daardoor bungelen we de laatste 2 jaren eigenlijk een beetje onderaan. Maar gelukkig zijn er nu een aantal mensen opgestaan om dat echt een goede structuur te geven. Ja, dan moeten we er ook gewoon echt in blijven, anders zijn al die inspanningen voor niks geweest. En dus is het maar goed dat hoofdsponsor H&L Productions vandaag het contract bij de club verlengt. Bij een wedstrijd die weer voor lege tribunes gespeeld moet worden. Al wordt er vanuit de kantine nog wel meegeleefd. In de beginfase weet SVH zich geen raad met de hechte zonneverdediging van ZPB. En aan de andere kant is het tempo in de aanval ook niet bijzonder hoog. Maar ZPB speelt geduldig rond. Aanvoerder Kevin van Baarle vindt hier Onno Kuller. En Kuller, met nummer 11 op de cap, weet zich wel raad met het beetje ruimte dat hij krijgt. Het blijkt een voorbode voor de hele wedstrijd, waarin SVH maar niet gevaarlijk weet te worden. Dat betekent kopzorgen voor coach Petar Ivošević. Als speler was de Serviër wereldtop en won hij met Rode Ster Belgrado nog de Champions League. Als coach van SVH heeft hij te maken met een iets ander niveau. Hij zit hier qua waterpolo-kennis en ervaring. En wij zitten net een stukje lager. En die discrepantie die zorgt nog wel eens voor een beetje frictie, om het zo te zeggen. Maybe I'm asking too much out of players. And that very often we have to go a couple of steps back. Probably, you know. I have to go rewind in my mind a decade or 2 decades back just to cover some of the stuff that, from countries where water polo is a professional sport, you do that when you are, you know, in the younger categories. So, yeah, but I really cannot say anything bad about the guys because I see that they're really trying to grow as a team and they're really doing their best on practices and games as well to... raise the bar. ZPB houdt het achterin dicht, bouwt de score gestaag uit en wint uiteindelijk met 10-4. En een dag later wordt er zelfs met 15-13 gewonnen van Amersfoort. Zo hebben de Barendrechters de weg omhoog gevonden en worden de degradatiezorgen even achtergelaten. We hadden een moraal een beetje een dip, omdat we toch al veel verloren. Maar daar komen we nu langzaam uit, dus dat is goed. Voor SVH wordt het nog lastig om niet op de onderste 2 plaatsen te eindigen. Maar er is nog voldoende ruimte om te groeien voor het sterk vernieuwde team. We zijn een beetje te erg gewend aan verliezen, helaas. We moeten gewoon leren winnen. En dat is een beetje een mentale omslag die je moet maken. Eerst moet je leren spelen en dan moet je leren winnen. Dus SVA moet je zeker nog niet afschrijven. Het seizoen is nog lang. De winterstop is er nog niet eens. Dus er is nog ruimte zat voor verbetering en om deze puntje binnen te gaan harken.